Hallo. Hallo. Mag ik je iets vragen? Ja, dat mag. Ik zie zoveel mensen hier rollen. Ja. Op de vroege zondagochtend, dus dat moet wel heel bijzonder zijn. Daar moet je wel ergens voor warm lopen, denk ik. Waar loop jij warm voor? Nou, ik loop warm voor heerlijk buiten bezig zijn met elkaar, met de groep. Gewoon heerlijk in de bossen voorbereiden voor de winter. We kijken uit met belangstelling naar de sneeuw. In gedachten is die er al, maar dat is nog mooier. Maar dit is ook wel heerlijk. Met elkaar lekker trainen, lekker zweten, gezellig koffie drinken. En daarna voorbereiden, plannen maken voor de winter. En daarna gaan we ook marathons doen. En dan de afloop de mooie verhalen. Na de training en na de marathons. De verhalen achteraf worden ieder jaar groter. Nou, dat vind ik eigenlijk wel het allermooiste. Leuk. Ieder deel de herinneringen. Ja, en dan weer nieuwe herinneringen maken. Ja, en we zijn hier in Soesterberg. En woon je hier in de buurt dan? Ik woon in Gouda. In Gouda? Ja. En kom helemaal hier naartoe om... Al 39 jaar. En dat op de zondagmorgen. Ja. Dus in plaats van in je bed te blijven liggen, ga jij gewoon lekker sporten. Ja, vind ik veel lekkerder. Er is een tijd geweest dat ik 9:30 vroeg vond, maar dat is niet meer. Nee. Dus nou is gewoon een prima tijd. En een hele mooie bestemming van de zondagochtend. En je kunt het tot op late leeftijd ook blijven doen, rollen? Ons jongste lid is 80. Zo. Maar ik vind het ook leuk dat het net vanochtend... Ons oudste lid is 80. Ons oudste lid. Ons jongste lid is 16. Ja. En er zijn net... vandaag zijn er toevallig een paar 40'ers bij... die ook roeiers, atleten... die de sport hebben leren kennen... en die vanochtend meetrainen. Nou, dat is geweldig. Nou, fantastisch. Ja. Nou, ik zou zeggen, ga je gang en bedankt voor het interview. Ja, graag gedaan. Oké. Okay. Ja. Prettige zondag. Ja, jij ook.